Renault Antwerpen. De auto's van stad. De ontlading was groot gisteren na de 1-2-overwinning in Sint-Niklaas, want zo zet Antwerp zijn goede reeks voort. Dat doet het niet met denderend voetbal en ook niet helemaal bovenaan in het klassement. Maar zowat in de luwte, en dat is best oké, vindt Van Wijk. Zo blijft overdreven euforie nog wat achterwege. Ik kan wel goed leven met de positie waar we nu zitten. Niet ten eerste, niet ten tweede. Een beetje zo ons karretje aanhaken. Zodoende dat iedereen toch een beetje rustig blijft. Maar we moeten wel gewoon realistisch zijn. We hebben zeker niet de beste ploeg in tweede klasse. We hebben niet de meeste kwaliteit in tweede klasse. Het is vechten en strijden en hard werken. En ik moet zeggen, er wordt keihard gewerkt. Het grote verschil met vorig jaar, dat is de mentaliteit. En daar speelt Van Wijk zelf een heel belangrijke factor in. Ik zou zeggen, dat is de determinerende factor. Ik denk dat wij momenteel een prima kleedkamer hebben. En dat is de verdienste van onze trainer Dennis Van Wijk. Ja, en dat was vorig jaar anders. Het was inderdaad vorig jaar anders. Zat de kleedkamer mijn zinziens niet goed. In tweede klasse is de mentaliteit van de spelers enorm belangrijk. En met zo'n mentaliteit kan men het zeer ver brengen in tweede klasse. Mentaliteit, die is er dus al. Het spelniveau omhoog trekken, daar wordt nog aan gewerkt. Maar ook dat zal zeker nog lukken, zegt Van Wijk. We gaan elke dag toch een stukje vooruit. We hebben één doel en dat moeten we proberen zo snel mogelijk te realiseren. En dat is terugkeren in de eerste klasse. En ik moet zeggen, er is wel een goede dimensie in de club geraakt.